Maar de situatie is penibel dus voor de Limburgers. Het leek er zo lang op dit seizoen dat ze het gevaar buiten de deur konden houden. Maar na 27 januari, toen tegen Vitesse, is er geen punt meer gepakt. Daar is Rai Vloed. Maakt er al 15, ook goed voor 6 assists. Dat geeft aan hoe onwaarschijnlijk belangrijk hij is voor Heracles Almelo. Dat overigens gewoon een negatief doelsaldo heeft van min 10. Ja, 2 punten het verschil. Maar een ploeg die gelijk langzij komt bij Heracles. Een punt is er ook gelijk voorbij vanwege dat doelsaldo dus. Kijk naar de opstelling waar Prupper de aanvoerder terugkeert. Dat was vorige week al de bedoeling. Maar toen was het allemaal nog net te vroeg. Toen Heracles, misschien ook geen toeval, uiteindelijk onderuit ging bij Emmen. Want met Robin Prupper in de basis gaat het nou eenmaal beter dan een elftal zonder Prupper in de basis. Blijkt ook uit deze feilloos opgelepelde statistieken. Het was een klein ritje voor Björn Kuipers naar Almelo om leiding te geven aan deze wedstrijd. Met Clay Ruperti in Zeist achter de schermen. We zagen aanvoerder Post van VVV richting zijn ploeggenoten lopen om daar de boel nog één keer op te peppen. Ja, de moed, de hoop was er vorige week na weer een nederlaag even niet meer bij Post. Maar ja, een week verder, een week van gesprekken, een week van goed trainen. Zo gaat het nou helemaal in sport, in voetballen zeker. Daar kun je altijd wel weer mee vooruit. Dat zal VVV dan vandaag moeten laten zien in Almelo. Want VVV inmiddels onder de degradatiestreep gaan er op deze manier rechtstreeks uit. Dan moet het in de laatste reeks van 4 zien te bewerkstelligen allemaal. Dat doen ze dan weer met Giacomakis, die de vorige wedstrijd miste vanwege een schorsing. Slordig opgebouwd door VVV. Dat zou zo'n moment kunnen zijn dat het ineens open komt te liggen met de kans voor de man. Waar je dan misschien wel iets meer van verwacht dan wat hij nu laat zien, Rai Vloed. Een van de overwinningen die VVV dit seizoen boekte was tegen Heracles op 7 november. Werd het in Venlo na een boeiend duel, 3 tegen 2. Winnende goal uiteraard. Giacomakis in de 88ste minuut. Balverlies. En dan dendert Heracles nu met 4 man richting de helft van VVV. Met Burgzorg, Pachonik voor zich. Burgzorg met de demarrage, maar uiteindelijk zonder een echt plan. Kan toch behoorlijk dreigend zijn, Burgzorg die toen 5 doelpunten maakte deze competitie. Maar het feit dat hij nog geen enkele assist achter zijn naam heeft staan, zegt natuurlijk ook wel wat. Giacomakis is erbij gaan zitten in de middencirkel. Dat is natuurlijk heel slecht nieuws voor VVV, maar het komt ook niet als een verrassing. Als je hem toch bezig zag in de warming-up. Het ging zo voorzichtig. Het is echt over eieren lopen wat hij aan het doen was. Continu plukken aan de linker hamstring. En als je dan, zonder dat er een bal in de buurt is, zomaar gaat zitten, dan ziet dat er toch slecht uit. En als de topscorer van VVV wegvalt, dan ontstaat er natuurlijk een levensgroot probleem. Uit voorzorg. De alternatief Arias, natuurlijk de dugout uitgestuurd. Kijken nu ook in spanning, nu aan de zijlijn, richting de fysio. Wat die gebaart, of die iets aangeeft, of de Griek nog een poging gaat wagen. Of dat het echt al einde wedstrijd is. In ieder geval weer met 11. Poging dus van Giacomakis om de wedstrijd voor te zetten. Bakis. Loending terug naar Bakis. Het is aardig gespeeld door Heracles. Wat heet? Dat is prima combinatievoetbal. Nu het vervolgen. Dat blijft dan uit. Wel, Giacomakis. Het ene pijntje naar het andere pijntje voelt. Nee, zo'n fase is het natuurlijk niet voor VVV om met allerlei frivoliteit op de proppen te komen. Bakis, niemand nog in het 16 meter gebied. Vloed. Loending overgeslagen, als een goede bal van Rai Vloed. Fadiga snijdt het 16 meter gebied in en een corner. Er zat tempo in deze almeloze aanval. Ingeleid eigenlijk. Een achterloos balletje van Guwara. Weer Vloed, weer een hoekschop. En nu de kopbal en de grootste kans van de wedstrijd voor Prupper. En beseft dat hij er meer uit moet, had moeten halen. Prupper die helemaal vogelvrij kan inkoppen. Dan mag Post zich aanrekenen. Prupper profiteert niet. Guwara, dat is goed gewerkt van Masjash. Guwara, Giacomakis. Giacomakis met een gelukje, bijna. En dan loopt hij ietsje te enthousiast door op een tegenstander.
Bijna viel die goed voor de voeten van de spits. Bakis, goede bal van Prupper. Bakis, simpele kapbeweging en een goede goal van Bakis. Zijn zevende van het seizoen. En zo gebeurt wat toch bijna onvermijdelijk is als je de tegenstander zoveel de bal laat. En je defensief zo kwetsbaar bent als VVV is. Goede bal, precies de goede snelheid van Prupper. En vakkundig afgerond door Sinan Bakis, die zijn zevende van het seizoen maakt. En weer een achterstand voor VVV. En dat zuigt dan de energie uit een trainer en uit een elftal. Krijgt een beetje ruimte om die kapbeweging in te zetten en af te ronden. Het is echt dramatisch verdedigen van Dagraça, die eigenlijk niets doet. Die laat het gewoon lopen en is niet eens contact. Zo kun je niet verdedigen in de Eredivisie. 1-0 Heracles. Mooi gedaan door Vloed. Schitterend gedaan door Vloed. Nou is er hulp van Bakis. Als hij even wacht en op het juiste moment meegeven, kan Bakis er 2-0 van maken. En dat wordt voorkomen door Kiersbaum. Het ziet er bij Vloed misschien niet altijd even flitsend en in het hoogste tempo uit. Maar achter bijna alles wat hij doet zit wel een idee. Neem nou de manier waarop hij de bal met de borst meeneemt aan het begin van die actie. Dat is gewoon heel intelligent gedaan door Vloed. Goeie bal naar Bakis. Bakis met de aanname en dan uiteindelijk gaat de vlag wel omhoog. Maar het geeft wel aan dat het kiele was. Naar zijn zin Bakis, zeker na zijn doelpunt. Waar het de eerste 30 minuten allemaal nog redelijk georganiseerd was in die ventloze achterhoede, vallen er nu wel heel veel gaten. Buitenspel was het overigens wel. Hier dreigt een misverstand en dan krijgt VVV de gelijkmaker in de schoot geworpen, zou je zeggen. Maar Roemer, laat dat moment liggen. En dit zijn toch momenten dat je denkt, hier moet je het gif hebben om er volop te springen. Om die bal binnen te prikken. Maar Roemer, laat dat na. Guwara. Dat is een rolletje. Wat een ruimte daar voor Burgzorg. Burgzorg met Dekker nog voor zich. Burgzorg. Ja, die wordt daar aangetikt. En zo is het een vrije schop voor Heracles op een hele prettige positie. Maar Roemer aan de ene kant. Enorme mogelijkheid dat liggen. Zat 5 seconden later Burgzorg in kansrijke positie. Vloed, enige kandidaat nu voor deze vrije schop. Rijvloed, schitterend. Schitterende trap van Rijvloed. Absoluut de uitblinker het hele seizoen al bij Heracles. 2-0. Het nadert wel een beetje de perfectie in zo'n vrije schop van die afstand. Zoveel vaart nog mee kunnen geven. Een geweldige trap. Zo feilloos binnengeschoten door Vloed. Zoveel snelheid. Kiersbaum ziet ook niks. Aan de grond genageld. 2-0. Nummer 16 van het seizoen voor Vloed. Hoe dit nog te repareren door een ploeg die slechts 2 doelpunten maakt in de laatste 7 wedstrijden. Roemer had het zojuist kunnen doen. Roemer verlegt het probleem naar Hunten. Hunten zoekt een beetje ruimte. Geen venijn in het schot van Hunten. Bij VVV waar Donis, John en Swinkels in de ploeg zijn gekomen. In ieder geval Dekker eruit. En ook de buitenspelers zijn er allebei niet meer bij. Roemer en Hunten. Dan is dat plaatje bij VVV in ieder geval compleet. Hier zien we de jonge Kroaat Les. En Les en Azaoui voor Qualiata en Lunding. Kanten bij Prupper. En een goede voortzetting ook. Snelheid. Gelijk naar voren gespeeld. Vloed. Leephakje van Vloed en de ruimte voor Burgzorg om uit te halen en de redding van Kiersbaum. Dat is prima, de bal werd van richting veranderd. Heel veel mooie dingen laten zien vandaag Raja Vloed en deze past er ook wel in. Functioneel hakje waarmee
halve verdediging van VVV de verkeerde kant op liep. Aan de andere kant nu de Venlonaren met Jaco Makis. En dit zou wel eens zijn laatste poging geweest kunnen zijn. Want weer veel pijn op het moment dat hij schiet. Dat is langzamerhand. Komt dan naar de vraag op tafel of je dan nog risico moet gaan nemen met Jaco Makis met een 2-0 achterstand. En die belangrijke wedstrijd voor de boeg. Hier is Pachonik. Pachonik en het zijn het. Ja, toch wel wat momenten hoor voor VVV. En ook zij gaan nu functionele hakjes uitdelen. Marchars, mooi balletje, Pachonik. Schiet hem dan in ieder geval tussen de palen. Zal ook door het hoofd schieten van Jos Luhukay. Van Kooi. Slappe bal eigenlijk, Burgzorg. Vloed richting De La Torre, maar Guara verdedigt. Dat is een overmacht eigenlijk aan Heracles aanvallers ten opzichte van VVV-verdedigers. Zegt wel iets over de organisatie bij die standaardsituatie zo even. Zo, dan gooit Fadiga er even een sprint uit. Fadiga. Het is een innig samenzijn daar op de achterlijn. En het leidt tot de 3-0 van Heracles. Bakis. Omdat hij gewoon niet opgeeft, Fadiga. Innige verstrengeling daar. Met de tegenstander John. Maar ja, de liefde voor de bal wint het dan toch voor, van de liefde voor de tegenstander. En zo wordt het uiteindelijk 3-0 via Bakis. En hoe die het doet, doet hij het. Maar frommelt de bal voor de voeten van Bakis. En er staan er maar weer eens een paar toe te kijken of het nou Dekker is of Swinkels. Zo even ingevallen. Het in de gaten houden van de centrumspits van de tegenstander. Dat is toch wel handig. De situatie waarin de VVV verkeert. Nummer 2 voor Bakis. Voorwerk, Fadiga. 3-0. Jaco Makis. Ja, wat heeft het nou nog voor zin? Haal hem eraf. Neem hem tegen zichzelf in bescherming. Dit gaat niet meer. Dat ging vanaf het begin eigenlijk al niet meer. Nou, ze hebben het een uur aangekeken, Jaco Makis. En uiteindelijk uit zijn leider verlost. Bijna letterlijk. Arias, de logische vervanger van de Griekse topscorer. Die het tegen beter weten in wel geprobeerd heeft. Eerst de frustratie van zich afscheldt. Het is een kwestie van oplappen. En dan hopen dat hij volgende week wel echt fit is. De thuiswedstrijd tegen RKC. Schoofs. Azawi. Azawi kan zo doorlopen. De reflex van Kiersbaum, oog wat onorthodox. Onvoldoende om Heracles van de vierde treffer af te houden. Althans, vooralsnog. Azawi. Azawi. Nou, zo weer een zee aan ruimte. En nu, nee, nu schiet hij hem ook weer niet binnen. Het is echt de rode loper keer op keer uitgerold eigenlijk door VVV. Ze wijken gewoon links en rechts uit en weg. En niemand die druk zet op de bal als over de as er altijd weer eentje kan opstomen en kan schieten. Van Kooi nu een keer echt veld ten opzichte van De La Torre. Dan is John weg aan de linkerkant. Wordt hij achtervolgd door de aanvalsteller Fadiga. Voorzet van John Marchars. Terugleggen en bijna het eigen doelpunt. Zo krijgt VVV ook wel wat momenten in de tweede helft. Maar ja, het echte venijn zit er toch ook niet echt in als het allemaal heel kansrijk kan worden. Bakis. Azawi. Vloed. Nou, combineer maar gewoon vrolijk verder tot de rand van het 16 meter gebied. Weinig venijn in het schot van Rui Vloed uiteindelijk. Fadiga. Lage voorzet richting Bakis. Dan valt hij voor de voeten van Fadiga. Dit is Hens, denk ik. Penalty. Ja, hij wacht even het voordeel af, Kuipers. Maar Swinkels gooide echt zijn handen de lucht in. Er is heel veel te doen over deze Hens-regel. Maar hier kun je echt niet overheen stappen als scheidsrechter. Geel ook nog voor de 36-jarige routinier. De uithaal van Fadiga. En de elleboog. Schuin omhoog, gestoken door Arjen Swinkels. En uitgestoken recht in het gezichtsveld van Kuipers. Penalty, daar wel valt al bij te leven met deze strafschop. Vorig jaar een hat-trick van Dessers. Nu kan Bakis het doen met Vloed die op de bank zich zit te verbijten.
strafschoppenman. Dat is een gratis doelpunt dat hij aan zijn neus voorbij ziet gaan. Vandaar nog een beetje een sikkeneurige blik bij Rijervloed. Maar goed, hij zal het Bakis uiteindelijk ook wel gunnen. Om dat 3 in te schieten. Na Dessers vorig jaar dus met een hattrick. Bakis laat die kans niet lopen. 3 keer de spits van Heracles. De wedstrijdbal is voor hem. En de overwinning die daar aankomt voor Heracles is afgetekend. Ja, symbolisch eigenlijk. Het spandoek. Waar VVV nog een hart onder de riem gestoken wordt. Dat dat langzamerhand ook naar beneden komt. Meer nog dan de tussenstand. Verraadt de lichaamstaal van de Limburgers. De totale wanhoop die er is bij VVV. Puntertje en Kiersbaum. Ja, die heeft het toch wel wat tegengehouden. Als Heracles iets zuiverder nog was geweest in de afronding, hadden ze er zomaar 7-8 kunnen maken vandaag tegen dit VVV. Heracles af en toe zelfs freewheelend in de tweede helft. En met Vloed als absolute uitblinker en hij als afmaker puur zang. Bakis loopt de ploeg van Wormoed uiteindelijk weg naar een 4-0 overwinning. Een afgetekende zege die nog veel groter had kunnen uitpakken. Heracles blijft stevig op plaats 8 staan. En duwt VVV nog veel dieper in de misère dan de ploeg van Loukay Alzat. Daarbij komt natuurlijk ook nog het probleem Giacomakis. Zijn fysiek, dat oogt allemaal niet helemaal geweldig.